Ik liep hier ook, omdat ik daarnet toen we daar keken, wel door had dat we zo in ieder geval behoorlijk eind in de richting van Sint-Jozef konden lopen. En dat wist ik niet. Het geeft mij wel een kick om directeur te zijn voor een instituut, zeg maar, wat vooral met jongeren werkt. En door middel van opvang, behandeling, onderwijs ervoor zorgen, zeg maar, dat jongeren weer perspectief krijgen om hun levensloop, hun carrière verder te kunnen vervolgen als ze ontslagen worden uit dit instituut. Ten opzichte van vorige functies was ik toch nog prestatiegerichter, zou ik kunnen zeggen, maar ook meer mezelf allerlei taken en opdrachten opleggen die het ook wel zwaar maakten. Op het moment dat ik berichten krijg van jongeren, zeg maar, over jongeren, dat het weer goed met ze gaat. En ik ben ook trots als de medewerkers trots zijn op het feit dat ze dat bereikt hebben. Voor de tweede keer kwam ik hier omdat ik mijn huidige echtgenoot in Limburg heb gevonden. Dus je zou kunnen zeggen, naast passie voor mijn werk en allerlei passies, ook de passie voor mijn echtgenoten. Wat ik ook altijd doe tijdens wandelingen, is soms toch maar de niet geëikte paadjes opzoeken, zeg maar dus. Van het kijken naar koeien kan ik ook rustig worden. Omdat ik ook in Groningen heb gewoond en gewerkt, zeg ik wel eens zo tegen mijn vrouw: er gaat niets boven Groningen, behalve Zuid-Limburg en Maastricht. En ik vind het top, moet ik je zeggen.